niet halen dan. Ja. Oeh, daar ben je wel. Goedenavond, blij dat u weer kijkt. Jammer dat we niet meer een aankondiging geven hier dat het gaat beginnen. Normaal, elke studio hoor je 5, 3, 2, 1, we gaan beginnen. Hier gooi je gewoon het licht aan. Nou, blij dat u er bent. Voor hetzelfde geld zit ik foto's te ontwikkelen. Kan je het rolletje weggooien, nietwaar? Nee, het licht nog ooit. Maar goed, dat is voor na de zorg. We hebben goedenavond, blij dat u er bent. Want we hebben namelijk een heleboel leuke onderwerpen in deze nieuwe aflevering van de Jaap Aap Show. Oh ja, ja. Ik heb al kunnen kopen 36 afleveringen van een half uur over de erotische gedachten van de mestkever. Nou, dat is altijd interessant, dat wil je allemaal weten natuurlijk, hè? Zeg, ik dacht dat ik hier was voor de aankondigingen, ja, toch? Dan moet je zorgen dat je op tijd bent, hè? Dames en heren, we gaan beginnen met het eerste onderwerp. Wacht eens even, zie je niks aan me? Zie ik niks aan je? Nee, niks bijzonders. Wat moet ik zien dan? Nou, ik heb me al helemaal verkleed namelijk, hè. Helemaal verkleed? Wat heb je dan verkleed? Wat is er dan anders? Wat is er dan verkleed? Ik heb een schone onderbroek aangetrokken. Schone onderbroek aangetrokken? Ja, maar omdat jij vorige week zei dat ik me simpel moest verkleden, ja, okay. Dat je het allemaal te veel vond. Ja, dat weet ik wel, maar er zit er nog iets tussen. Tussen een schone onderbroek en een totale verbouwing. Weer niet goed. Nee, weer niet goed. Volgens mij weet je zelf ook niet wat je wil, Guus. Ja, hallo met Guus, wat is er? Ik zit midden in een uitzending. Met wie? Ria? Welke Ria? Oh, die Ria. Oh. Ruud. Nee, Ruud is er, heb ik nog niet gezien. Nee, is nog niet aanwezig. Dank u wel. Dames en heren, dan gaan we nu gauw beginnen met het programma. Belachelijk, ik hoor het even door. Het kan er maar één zijn, dacht ik, hè. Zo, hè, nou, daar ben ik weer, hè. Daar is die weer, hè. Wat zijn we blij, nou, hè? Ik ben blij dat ik er ben, hoor. Oh, nou, wel. Ik heb trouwens een geweldig idee voor het programma van vanavond, hè. Oké, oud Philippie weer. Nou, zeg, u kan ook gedachten lezen, hoor. Dat is een gok, hè. Nou, zullen we maar even gaan draaien dan? Nou ja, het heeft weinig nut als ik nee zeg, hè. Het zal toch wel weer komen, nou, nietwaar? Nee, wacht even. Kijk, u bent de regisseur natuurlijk, oh, hè. Oh, ja, oh. Kijk, als u zegt van hij past niet in het programma, ja, dan houdt alles op natuurlijk, nou, ik zit er niet echt op te wachten, Ruud, als ik eerlijk ben, als je mij vraagt. Dat komt natuurlijk ook omdat u hem nog niet gezien hebt, hè, die film. Nee, maar ik denk niet dat kijk, dat veel verandert. Ik zit ook niet echt op een cookie bij de koffie te wachten, maar... Nee. Als de dadelijke kokosmacroom naast mijn kopje legt, nou, ja, dan gooi ik hem wel naar binnen toe, hoor. Toch wel, hè. Nou, oké, waar gaat die film over? Nou, hij gaat over Deetman. Over wie? Over Deetman? Ja. Nou, die had in het begin had hij niet zo goed door hoe het werkte, hè, wat? Voorzitter van de Tweede Kamer zijn. Had hij dat niet door? Nee, want hij dacht steeds dat ze het tegen hem hadden. Ja, iedere keer als iemand in de Kamer zei, meneer de voorzitter... Dan riep hij, ja, wat is er? Weet u wel? Nou, en hij riep ook steeds, de vergadering is geopend. Ja, maar dat is toch normaal? Dat doe je elke voorzitter, toch? Jawel, natuurlijk, maar niet om de 2 minuten natuurlijk, hè? Nee, dat is wat ja, veel. Dat is wat veel, daar word je gek van, hè? Daar word je gek van, hè? Daartoe goed. Hebben ze hem zijn hamer hebben ze afgepakt, hè? Ah, zijn hamer afgepakt. Dat moest wel, hè? Nou ja, niks maar aan te doen. Maar had hij gelijk niks meer om mee te spelen natuurlijk in nee, de kamer, nee, natuurlijk hè? Niet, hè? Maar goed, nee, we gaan ook... Nee, die vervelend. Kijk, daar heb je hem. Kijk, daar zit hij. Ah, zielig, hè? Waar zit hij? Ja, die verveelt zich rot natuurlijk in die Tweede Kamer nou, ja, hè? Die heeft niks meer te doen, hè? Nee. Die zit maar te zitten, hè? Dus zo'n dag komt niet om natuurlijk, hè? Ja, is dit een foto, wat ik nou zie? Nee, nee, dat is een film. Is dat een film? Ja, die heb ik zelf gemaakt. 2 dagen nadat zijn hamer was afgenomen is dit. Zat hij zo de hele dag. Oh. Urenlang. Nou is hij na een week begon hij te puzzelen. Te puzzelen, ja, dat is kijk, gezellig. Hier zit hij een puzzeltje in te vullen, zie oh, je wel? Ja, daar zit hij, ja, ik zie hem zitten. Beetje ja. Een moeilijk puzzeltje, denk ja. Ik, hè, want hij moet er lang over nadenken. Hè. Ja, nou ja, dat kan dat gebeuren. Zal maar zeggen, dat is een vraag geweest of zo, ja. Hè. Het is geel, het zit in een kootje. Geel in een kootje? Nou, daar is hij even mee bezig, hoor. Het is geel, het zit in een kootje. Kijk hem denken, hè. Ja, dat is geen makkelijke natuurlijk. Nee. Scheel het zit in een kootje. Kijk, nou slaat het palletje om in zijn hersens, hè. Ja, nou vult hij in, hè. Oh. Blokkie kaas. Ja, dat is natuurlijk niet goed, maar het oh. Vulde zijn dag, hè. Daar gaat het om, hè. Ja.
Maar ja, dat ging ook vervelen. Toen kreeg hij in de gaten hoe een telefoon werkte. Ga maar door. Ja, wat dat betreft is het net als chimpansee, hè. Die onderzoekt ook alles. Die zijn ook geen tijd. Kijk, hier zit hij te bellen. Dan gaat hij bellen. Ja. Oh, dat heeft hij ook een week of drie gedaan, hoor. Ja. Zat hij de hele dag zat hij te bellen. Maar ja, toen hebben ze in de centrale de 06-nummers afgesloten. En toen was er voor hem ook geen geheim meer aan. Nee, mooi. Nee. Klaar? Nou, toen is hij daarna nog een dag of twee heeft hij gekke bekken zitten trekken. Gekke bekken? Maar ja, niemand zag het verschil. En toen heeft hij weer een maand niet bewogen. Mooi. Nou, nee, toen was het over. Dus wij dachten maar allemaal, nou, dat gaat goed, dachten wij nog. Wat een geluk. Mooi. Maar nou, van de week had hij toch weer wat nieuws. Ja. Wat nou, hè? Om niet dezelfde verschijnselen te krijgen die je ook bij olifanten in de dierentuin wel eens ziet. Als ze zich staan te vervelen. Oh. Dan gaan ze gekke bewegingen maken. Zie je? Kijk, daar gaat hij. Ja. Ja. Dat begint 's morgens om 9 uur totdat 's avonds de licht uitgaat. De hele dag zit hij zo. Is dat? Heb je nek van, hè? Ik kan niet. Ja. Maar de dokter zegt dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Oh nee, toch niet? Nee. Het schijnt heel normaal te zijn op die leeftijd. Oh man. Nou, was dat was toch geinig of was dat geen geinig? Was heel geinig. Was heel geinig. Maar goed, dames en heren, dan gaan wij nu gauw beginnen met het programma. Want we hebben nog een heleboel nou, te doen. Nou, dat is goed. Want dan, dan gaat ik even een nieuw lint in mijn schrijfmachine zetten. Mooi, dan gaan we even lint in zetten. Lint, gaan we gaan schrijven dan? Nee. Nee, ik ga niet schrijven, wat maar dan? In plaats van, weet je wel, dat hebben we toch zo. Oh, ja, nee, je gaat juist, ja, juist, ja, natuurlijk. Dat is het, je gaat even naar het toilet. Oké, gaat ik ervoor. Goed, hoe dan ook, dames en heren, dan gaan we nu gauw beginnen met een nieuw programma-onderdeel. Want dat is heel belangrijk om even zeg, te beginnen. Guus, hoe vind je deze verkleding? Zeggen we nou weer, wat is er nou weer voor verkleding? Wie is dat? Ik ben nou Dirk van den Broek. Dirk van den Broek? Ja. Hij is wel aardig, hè? Maar ja, ik kan dit pak niet zo lang aanhouden, want ik moet het namelijk voor 6 uur terugbrengen, hè? Waarom? Ja, want dan gaan ze dicht. Oh. Ik zeg nog, ik zeg tegen die mensen, ik zeg, kan ik het niet tot 6:30 houden? En toen? Nou, toen kreeg ik gelijk een soort honkbalknuppel in mijn nek. Oh, ja. Mooi. Dames en heren, dan gaan wij nu verder met het programma, want dat leek me wel even interessant. Weer die telefoon, ik kan ook niet over een ego weer, dat gaat me dan. Kan die telefoon afgesloten worden? Ja, hallo, met Guus, wat nou weer? Wie hebt er gekotst op de mat? De kat. Kat heb gemogen. En toen? De kokersmat, ja, dan krijg je er moeilijk uit, ja. Nou, mevrouw Lubbers, nou niet meer bellen, hè, want ik word er een beetje gek van, hè. Ja, daar, mevrouw Lubbers. Dames en heren, daar gaan we weer. Nou, het lint is verwisseld. Het lint is welk lint? Oh, het lint. Ja, ik begrijp het toch wel? Ja, ik heb begrepen. Ja, het lint is begrepen. Ik kreeg het er een beetje moeilijk in, maar het is gelukt hoor. Nou, fijn, Ruud. Dames en heren, dan gaan wij gauw beginnen. Want die geheimtaal van ons, hè. Ja, leuk, hè, die geheimtaal. Nou, dames en heren. Ik begrijp het, hè. Ja, we begrijpen hem, Ruud. Niemand begrijpt wat wij bedoelen, toch? Alleen wij tweeën maar. Alleen wij tweeën, Ruud. Ja, ik doe het ook wel eens in de Tweede Kamer, hè. Oh ja? Ja, dan zeg ik bijvoorbeeld, jongens, ik ga even olie peilen. En dan denken ze allemaal dat je olie gaat peilen. Ah, nou, dan denken ze natuurlijk, ja, natuurlijk. Ze denken allemaal dat ik olie ga peilen. Goed, dames en heren, dan gaan we nu door. Wij weten natuurlijk dat ik ga plassen, hè. Ja, dat is zo geinig natuurlijk, hè. Want je zegt, ik ga olie peilen, dan denken hun van, oh, die gaat olie peilen. Maar ik ga natuurlijk helemaal geen olie peilen. Dan gaat hij gewoon even plassen, hè. Dat is toch geinig. En leuk dat alleen bij tweeën, dat weet er verder niemand, hè. Dat had ik vroeger ook. Ja, bij ons in de straat woont ook een jongetje. Van de Jaap Show. U begrijpt zelf ook al, we hebben een heleboel onderwerpen. Tuut! Een heleboel onderwerpen. Wie was dat? Wie was dat? De baby zit. Ze gaat de brandblusser niet vinden. Zo, is de brand dan? Is de brand dan? Nee, het bad was overgelopen. Er zat haar in het putje. Daar heb ze toch helemaal geen brandblusser? Nee, ik word er allemaal zo moe van, hè, Ruud. Hè? Maar we hebben ook even één keer thuis even leuk overkomen. Dat ik ook probeer om een zin af te maken, hè. Toen ik ook weer zo'n woord uitspreek. Jullie wouden er maar doorheen, hè. Dames en heren, heel leuk onderwerp. We gaan namelijk...
zeiken voor elkaar. Jullie hebben het helemaal vol geluld met z'n tweeën. Ja, maar dan heb ik het dus helemaal voor niks omgekleed. Ja, als jammer, Brax. Als Brax. Ach, wat ja, leuk. Ja, ik ben nou als Brax. Oh, ben je nou als Brax? Nou, wat interessant allemaal. Hè? Wat zijn we geïnteresseerd, hè? Jongen, jongen, wat zijn we geïnteresseerd met z'n allen. Jammer is dat, hè? Nou ja, dan gaan we maar weer naar huis toe. Ja, hè? Dan gaan we maar weer naar huis toe. Ja, niet meer voor elkaar. Goedenavond. Ja. Oh, heb je briefje bij je? Nou, ze zou hier een toepel op te zeggen wat ze nodig had, hè? Nou, dan mag je wel opschieten, want de winkels gaan om 6 uur dicht, hè?